Hallo Madieke. Hallo. Hoi. Yes. Waar ben je net op vakantie? Naar Mexico. Naar de bergen met sneeuw. 3 rijbanen. Met waterstroombesnelling. Bergen klimmen. Let op. Ja. Zoiets? Ja. Yeah. Daar heb je allemaal leuke hoedjes. Wat vind je zo leuk aan glijbanen? Omdat ik geen glijbaan thuis heb. Ja. En dan wil ik ook graag een keer de Mount Everest beklimmen. Hier kan je allemaal leuke dingetjes op doen. Eten. Eten? Met sausjes. Moet je wel heel stil blijven lopen. En wat doe je dan het allerliefste als je daar bent? Snowboarden. Gewoon lekker chillen op je handbad. Zwemmen. Zwemmen. Ja, moet. Anders is het voor mij geen nee. Waar zou je wel eens willen zwemmen? Gewoon een leuke zee met heel veel visjes. Wow. Vissen op een boot vind ik ook erg leuk. Mijn vader heeft een keer een rog gevangen en ik heb een zalm gevangen. Eerst op je hoofd en daarna op je ogen. Oh, het staat je goed zeg. Wauw. Stel nou als je op vakantie niet je zin krijgt, hè? Hoe zorg je dan ervoor dat je wel je zin krijgt? Als we tegelijk doen, doe ik zo alsjeblieft. Heb je het wel eens gedaan? Ja. Ja? Alleen dat helpt niet echt. Wat moet je absoluut meenemen op vakantie? Spullen? Schone onderbroeken. Oh. Ja. Deelgoed. Mm-hmm. Auto's. Knuffels. Tandenborstels. Mijn telefoon. Een zonnebril ook, maar ook een handdoek meenemen. Wie? Freek Vonk? Wil je Freek Vonk mee op vakantie? Dus wat zie je allemaal onder water? Platvis. Een platvis? Weet je wat dat is? Dat is een vis die plat is en die kan je helemaal niet zien, want die zwemt op de bodem van de zee. Ja. Dat goed zeg. Oh, kijk uit. Ja. Dus vakantie is veel leuker, omdat je dan alles kan doen. Je bent vrij, je kan doen wat je wil. Omdat ik dan denk ik niet... Wat is dat? Denk ik kan ik er niet de deur open maken. Ik doe de deur wel even open.